Konijnen. Konijnen. Kunnen we plaats maken voor Sjeranis? Vandaag is het zoals de andere dagen geweest, vrij druk, maar de drukte was verspreid over de hele dag. Zaterdag is er wel een landelijk dagrecord verbroken, hè? Ja, dat klopt. Zaterdag hebben we dag 9771 mensen gehaald. En de bedoeling is om dat dagrecord weer te verbreken. We moeten heel Suriname gaan vaccineren, dus recorden verbreken gaat dan ons doel zijn elke dag. We hebben hoog bezoek. We hebben bezoek van minister Matura. Hoe gaat het met u? Bent u al gevaccineerd als ik praat mag? Ik ben al gevaccineerd. Goedemiddag iedereen. Ik ga jullie komen powerup. We gaan het doen. We gaan het met jullie doen. Maar ook de mensen die hier zijn, die de stad.
We proberen naar de vaccinatieplekken te gaan en mensen te empoweren, mensen te motiveren, ook met mensen te praten. En dat hebben we gedaan vandaag. We zijn naar PCS gegaan, we zijn naar het politieopleidingscentrum geweest en vandaag hier met collega Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. En er is nog een minister. Ja, met ja, collega. Minister Kuldeep Singh. Klopt het? Ja. Hoe bent u gevaccineerd? Ja, ik ben ook gevaccineerd. Er is een geweldige bereidwilligheid van vrijwilligers om te ondersteunen. Het zijn verpleegsters en artsen die keihard werken. Ik heb ook een team van verplegend personeel die helpt hier vaccineren van het Nationaal Leger. Dus dat was ook goed om naar ze toe te komen en hun toe te spreken en hun te motiveren. Dus dat valt mij op, dat er een enorme bereidwilligheid is om te ondersteunen en te helpen. Ja, dus daarom En een tweede wat me opvalt is toch dat er bereidwilligheid is om te vaccineren. We hebben gezien in het opleidingscentrum lange rijen. Hier hebben we ook heel veel mensen gehad. Bij PCS hebben we gezien lange rijen. Dus je ziet dat de bereidwilligheid om te vaccineren toeneemt. En dat stemt ons goed, want dat is de enige manier om uit deze COVID-crisis te komen en weer naar het normale te gaan. Met die bereidwilligheid en massaal opkomen van de Surinaamse samenleving nu om gevaccineerd te worden, wil ik het volk van Suriname complimenteren. Het volk heeft geluisterd naar de goede boodschap. Het volk van Suriname heeft niet geluisterd naar die slechte boodschap. En ik ben trots dat men zich nu massaal laat vaccineren. Because that's the only key, is the only key to normalization. Back to the new normal. Om een vrouw en dubbel gevaccineerd. Mag ik een applaus? Geweldig. Maar als we als samenleving al in de buurt komen van 50% volledig vaccineren, kan je beleid ontwikkelen. En dan kunnen we alles opengooien, maatschappij opengooien. Economie opengooien, maar uiteraard met een achtneming van de COVID-beschermingsmaatregelen. Totdat we van de WHO en wetenschappelijke instituten volledig de informatie gehad hebben. Dat ja, je bent als samenleving COVID-vrij. Je kan die maatregelen ook weghalen. Als wij dat willen als land, dan gaan wij zeker moeten gaan vaccineren. En ervoor zorgen dat wij de rest van onze mensen die dat nog niet hebben gedaan, ook mobiliseren om dat te komen doen. Ik roep eigenlijk elke Surinamer op om zo snel mogelijk te laten vaccineren. Dat is wat ik vraag en dat we iedereen oproepen om anderen te motiveren. Alle rust. Nee, is niet waar hoor. Onder koffer. Is niet waar. Heeft Sharon zich laten vaccineren vandaag.